Maar is hij de redder van Ajax, denk je? Ik hoorde dat jij dat laatst ook een keer zei. Ja, jij zegt, je moet Wesley Sneijder aannemen als je bij Ajax wat wil. Dat zei jij laatst. Ja, tuurlijk. Ja, wat, ik bedoel al, alleen al die connecties die hij al heeft, ook al met een Messi. Hmm. Weet je, hij kan overal ingangen en dat is belangrijk voor een club. Maar je denkt dat Messi nog bij Ajax een jaartje? Nee, dat niet. Nee? Maar, okay. Ik bedoel alleen maar, dat was maar waar. Ja. Maar het is alleen maar om aan te geven dat hij gewoon overal connecties heeft. En dat dat heel belangrijk kan zijn voor een team en voor een club als Ajax zijnde. He? Want als Wesley belt, ja, dan belt er wel iemand. Ja, dat vind ik dus ook steeds. Ja. Dat blijft relaties is het belangrijkste. Ja. Als technisch directeur. Ja. Relaties en scouting. Nou ja, dat, daar is die jongen toch mee opgegroeid. Ja. Maar Wim, op een of andere manier. Jij kent hem van dichtbij. Wie? Wesley. Ja, nee. Ja, nee. Ook even nou verdikken even met het over Wesley. Ja. Wat is wakker? Weet je, zulke jongens. Kijk, ik zit ook nog eens aan Edwin van der Sar te denken. Weet je, die had dan wel een bestuursfunctie, een leidinggevende functie. Mm-hmm. En of hij dat heel goed doet, gedaan heeft, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Want ik zie de resultaten waren er aan. Maar dit soort mensen openen inderdaad deuren. Weet je, kom je binnen, ben je ambassadeur van de club. Alle grote clubs in de wereld doen dat, hè. Inter Milan met Figo. Bij Barcelona is ongetwijfeld ook, weet je. Dus zo'n functie kan je natuurlijk altijd creëren voor iemand. En daarbij hebben ze ook nog technische kennis. Maar als ik dan vandaag Hugo Borst, die vorige week trouwens op jouw stoel zat, mag geloven. Louis van Gaal, zo snel mogelijk aanstellen of trainen. Louis. Weet je wat Louis moet doen? Nou, wat moet Louis doen? Die moet lekker van zijn leven genieten. Oh ja? En die zit toch in Portugal? Zou die een huis hebben? Golfen. Lekker lunchen. Tennis met Ruus. Lekker wijntje nemen. Dan ga je lekker uurtje slapen. En dan ga je desnoods nog een keertje dineren. Maar waarom zou kijk even naast je. Daar zit een man die is 5 jaar ouder. Het ging om het feit of hij alles weer naar zijn hand kon zetten. Ja, ja. Dat kan hij. Dat, wat Jonker zei, dat klopt helemaal natuurlijk. Je kan binnen een jaar gewoon alles weer op de rit hebben. Spelers worden beter. Zeker. Rust keert terug. Ja. Het resultaten. Gaat erom, hij moet er zelf in geloven. En dat heeft vooral, denk ik, met zijn fysiek te maken. Nou, volgens Hugo las ik dat zijn fysiek weer perfect is. Hij golft weer. En hij staat een prima backhand alweer. Die komt echt Maar onder en boven. Allemaal goed, wat? Want Louis doet het allemaal goed. Ja, dat is waar. Heb je al eens getennist tegen Louis? Nee. U überhaupt nooit een ander sport dan voetbal? Ja, ik heb wel getennis, maar ik was harde werken, maar geen... kon er niet zoveel van? Nee. Louis niet? Louis? Nee, ik. Jij? Oh, jij. Oh. Nee. Ja, Louis ken ik niet. Dick. Je bent veel te bescheiden. Ja, dat is je net zoals jij. Ja. Ja. Maar goed, Louis zou het kunnen. Hij zegt dat hij moet gaan genieten, die Louis. Ja, nou, dat ligt er aan hoe je zelf bent. En, we horen ook niks, hè? Niks, niet over Louis, niet over Danny Blind. Nee, we horen alleen maar mensen die weggaan. Nu weer 3 commissarissen die weg zijn. Ja. Slik, Mosman en Van Oefelen. Ja. En daar schijnt ook nog wat dreiging bij te hebben gezeten. Van supporters die zich nog in daar wel een beetje willen roeren. Dat is natuurlijk nooit leuk. Nee. Dat zou niet zo moeten zijn.